muziekstoel, dat is een stoel met bluetooth en speakertjes, waardoor je helemaal op je gemak kan luisteren naar de muziek zonder dat andere mensen er heel veel last van hebben. De muziekstoel heeft een accu, maar heeft ook een oplader. Wil je hem opladen? Dan doe je dat aan deze kant. En hier zit ook de bediening. De aanknop zit hier. En als je hem aanzet, dan gebeurt er helemaal niks. Want de muziekstoel, die heb je nodig, die kun je alleen gebruiken met Bluetooth. Daarom wordt er bij de stoel ook gelijk een telefoon bijgeleverd. Maar je kan ook de muziekstoel gewoon verbinden met je eigen telefoon. Wanneer je de stoel aanzet, zul je zien dat het Bluetooth-lampje gaat knipperen. Op dat moment kan die gekoppeld worden aan een device. Wanneer die al egaal blauw brandt, dan is die al gekoppeld. Dus het kan zijn dat je hem vanuit een eerdere koppeling per ongeluk nog aan de verkeerde telefoon hebt gekoppeld. Mocht hij continu blauw branden en hij is niet verbonden met je eigen device, haal hem dan even van de andere af en dan kun je hem weer opnieuw koppelen. Op de telefoon kun je streamen van YouTube filmpjes, je kan bestandjes erop zetten. En je kan ook het geluid verstellen door middel van je telefoon. Waar je op moet letten is dat muziek vanuit de muziekstoel veel heftiger overkomt dan wanneer je ernaast staat. Zet de muziek dus niet te hard. Als jij een behoorlijk hoort, dan staat hij waarschijnlijk voor iemand die erin zit veel te hard. Dus check het altijd even. Probeer het altijd zelf even uit. En zo kun je dat ook even uittesten. Ik zou zeggen, geniet er af en toe ook zelf even van. Want dat is, hij zit lekker. En het is best een lekker ding. Veel plezier ermee.